kijk even hoe leuk. Helemaal hysterisch, maar echt love it. We krijgen ons nieuwe bed. Oh jeetje, wat ben ik hier blij mee. Ik ben nog nooit naar een camping geweest. Oh, we zijn er klaar voor. Ja, we zijn er klaar voor. I'm also in motherfucking starvation. I need me some bitterball. Het is afgelaten. Voucher? Yes, yes, awesome, awesome, awesome. Goedemorgen. Ik heb mijn lekkere pakje aan. En mijn nieuwe schoenen. Want wij gaan naar een brunch bij Chaconis, bij Soho. Ze hebben elke zondag hebben ze een Sunday Feast. Nou, helemaal geweldig. Doet me ook helemaal denken aan New York. Want dan heb je helemaal die brunchcultuur. Dat iedereen zondag dan lekker gaat brunchen. Een soort van brak. En dan weer aan de mimosa's gaat. I love it. Wij zijn niet brak. Maar we gaan wel lekker aan de mimosa's. En dat is dus ja, een soort buffet, maar echt met... Het ziet er volgens mij waanzinnig uit. Ik zag een filmpje op hun Instagram van Soho House en dat zag er echt insane uit. En hier hoef je trouwens geen lid voor te zijn, dus je kan ook gewoon hier naartoe ja, zonder dat je lid bent. Want het is in Chaconis en dat is open to the public. Nu alvast een tip, want ik denk dat het fantastisch wordt. En we gaan lekker met de hele groep. Joey en Nick en Wout en Eetje. Dus helemaal gezellig. Are you excited for the brunch? I haven't eaten in a day. Schat, to prepare for this. I know, ik heb zoveel honger. Ik heb niks gegeten, alleen een smoothie. I also wanted to sport so I could be extra hungry. Heb je les gedaan? Nee. Just gierig. Ja, gierig. Nu nog wachten op één Wout, want die zijn as usual te laat. Hallo, hallo, hallo. Jeetje, dit haar. Dit heb ik dus altijd. Ik noem het mijn Shrek haar. Het is opeens helemaal donker, hé. Jeetje. Het gaat volgens mij nu hozen, net nu ik weg wil gaan. Ik heb mijn hele haar al in een staart gedaan. Ik heb lekker gesport. Een holy shred gedaan. Dat is met dat rennen. Och, heb ik nou allemaal ei in mijn mond? Gadverdamme, sorry. dat is die workout met dat rennen. En het gaat steeds beter, moet ik zeggen. Ik voel dat ik vooruit ga met rennen. En ik voel ook dat ik dingen langer volhaal. Dus dat werkt heel motiverend. Want ik haat rennen. Maar ja, ik wil niet alleen maar fietsen. Dus dit is een hele goede afwisseling. Ik wilde net naar buiten gaan, want ik moet even boodschappen doen. Want mama en Willem komen gezellig vanavond eten. En Ro heeft allemaal hele lekkere dingen in gedachten, maar die moet ik even halen. En deze bank moeten wij nog inspuiten met textielspray. En bij Riviera hebben ze hele goede. Daar ga ik het gewoon halen. Want dat is exact de spray die wij nodig hebben. Echt dat je rode wijn hier kan opmorsen. En dan blijft het zo liggen. Waardoor je het heel makkelijk weer eraf kan krijgen. Want ik vind het nu de hele tijd doodeng om hier op te zitten. En dan iets te drinken met kleur. Dus ik wil van die angst af. We moeten het gewoon even insprayen. Dus dat ga ik ook even halen. En super chill. Ons kantoor wordt vandaag ook helemaal leeggehaald. Gisteren heeft mama wat spullen opgehaald. Vandaag komt Ibiza Outdoor even hun spullen die we hadden. Komen ze weer even ophalen. Zoals ik vorige vlog al zei. Jee, kijk even hoe donker het is. Het is echt insane. Heb ik allemaal dingen gekregen. Super chill. Van Kaya. Toen liet ik dat self-tanning spul zien. Maar ik ben dus nu alles aan het uitproberen. En ik ben al helemaal fan van iets. Dat heet The Perfect Prime for Normal Skin. Zo ziet het eruit. Deze. En het is bizar. Maar als ik dat dus opdoe voordat ik mijn make-up opdoe.
blijft het zo mooi zitten. Even kijken hoor. Ik snapte het nut nooit zo van een primer. Ik dacht, ja, boeien. Wat boeit dat? Wat doet dat nou eigenlijk? Maar nu heb ik het dus op. En het moment dat ik die foundation erop doe, blijft het helemaal zitten zo. Ja, jullie denken misschien dat ik gek ben. En kom er erg laat achter, I know. Maar een primer werkt dus. En deze is echt top. Dus ja, helemaal fan. Oh, en dit is ook zo fijn. We hebben deze kamer dus helemaal opgeruimd. Hier stond dus rechtop die grijze bank. Die hebben we mee kunnen geven aan een collega van Ro. Die is er super blij mee. En deze tafel stond op ons kantoor. Die was van Noor geweest. Die wilde zij niet meer terug. Dus nu heeft Ro hem geschuurd. Misschien gaan we het nog even verven. We, zeg ik ook. Dat doet Ro natuurlijk dan. Maar hij is er zo blij mee. En het is gewoon perfecte formaat. En oh, ik kan er gewoon niet over uit hoe netjes deze kamer is. Hier hebben we even een chillhoekje van gemaakt. De ringlight, statief. En de stomer had ik eerst beneden staan, maar toch wel handig om die hierboven te hebben. Dit moet ik als enige nog even gaan uitsorteren. En ja, deze ga ik volgende week meenemen. Dus die had ik ook alvast hier gezet. Maar voor de rest is het hier zo clean. Dan denk ik, ah, eigenlijk wil ik het gewoon echt zo houden. Ik wil die cleanliness niet kwijt. Oké, nou, ik ga. Bye. Ja, zeg, wat een verwenderij. Hey, en de gezellig. Gezellig. Goedemorgen. Oh my god, het was zo gezellig gisteravond met mama en Willem. Het was echt fantastisch. Ro had zo lekker gekookt en we gingen het leven gewoon heel goed vieren. Dus ik voel hem wel vandaag. Holy moly. Ik heb ook er maar even een colaatje bij genomen. Dan weet je hoe laat het is. Ik heb wel iets heel leuks nu, want ik heb nu hier thuis een afspraak met een interieurontwerper. Want ik merk toch wel dat ik het zelf heel erg moeilijk vind om het huis tot een geheel te maken. En ik voel dat ik daar gewoon echt hulp bij nodig heb van een expert. Dus ja, ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gedaan. Of ja, ik ben heel benieuwd ook hoe zoiets dan te werk gaat en hoe het proces dan is. En ja, ik kan niet wachten. Ik hoop dat ze er wellicht iets moois van kan maken. Nou ja, we gaan gewoon kijken. Ik heb haar nog nooit ontmoet, dus het wordt ook een kennismaking. En kijken of het klikt en of het allemaal past wat we van elkaar willen eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Keep you posted. Hola. Nou, zij is weer weg en het was echt super leuk. Ik ga nu eigenlijk even een lijstje maken met wat ik met haar wil doen en wil fixen voor in het huis. En op basis daarvan gaat zij een voorstel maken. Dus nou, helemaal leuk. Helemaal benieuwd. Ik heb even mijn schoenen aangetrokken en mijn jas en mijn zonnebril. Ik heb geen zin om mascara op te doen vandaag. Dus ik heb gewoon even wat BB cream opgedaan. En een beetje poeder. En toen vond ik het wel welletjes. Ik heb wel mijn haar gekruld. Daar ben ik echt heel erg trots op. Dus dat heb ik even snel gedaan. En ik ga nu even langs twee pakket. Blablab. Ik ga nu even langs twee pakketpunten. Want ik heb allemaal dingen besteld bij de Zara, H&M en Mango voor de zomer. Dus dat ga ik nu ophalen. Daar heb ik helemaal zin in om dat uit te pakken. Dus ik ga dat wel even lekker unboxen met jullie zo. Dus dat ga ik nu even halen. Oh ja, ik krijg altijd super veel vragen waar dit jasje van is. Ook als ik het op Insta Story zet of aan heb. Ik heb dit jasje ooit bij de H&M gekocht. Echt, ik denk 8 jaar geleden.
als het niet langer is. Het is gewoon nog steeds echt een hele chillen. Maar dit kan je ook echt wel vinden hoor. Zo'n bomberjack, dat is gewoon best wel een tijdloos ding. Wat je best wel in een aantal winkels gewoon nog kan kopen. Wat er heel, heel erg op lijkt. Zo, praten gaat wel echt heel erg moeilijk vandaag, moet ik zeggen. Sorry ervoor. Dus dat. Ik ga even die pakketten ophalen. Pakketje nummer 1. Hola, ik ben weer thuis. Ik heb 2 van de 3 pakketjes opgehaald, want de derde was er nog niet. Ik was in de war. Ik dacht dat die al was geleverd. Dus mijn H&M en mijn Zara. Nee, mijn H&M en mijn Mango bestelling zijn aangekomen. Ik heb alles uitgepakt. Maar ik ga eerst nu even eten met Ro. Want Ro is inmiddels thuis. En we hebben Indonesisch gehaald. En daar hadden ze heerlijke blikjes gingerbeer. En daar had ik zo'n zin in. Oh, wat is dit lekker. En zo dorstlessend. Oh, niet normaal. Ik ben heel blij dat Ro weer terug is. Want ik heb hem echt gemist. Jezus. Nou, jij doet net alsof dat de biel is van mij. Terwijl jij mist mij al na 1 uur als je op kantoor bent, zeg jij altijd. Ja, dat is ook zo. Ja, zeker een dag als vandaag. Ja. Gewoon zo brak. Ja, dat jij naar kantoor bent gegaan is gewoon. Ik vind dat iets. Zoiets knaps. Niet echt een keuze ook, hè? Nee, dat is waar. Jij doet alsof het een keuze is. Helemaal niet. Maar ik mag dan toch nog wel zeggen dat ik het knap van je vind dat je het doet. Heel lief dat je dat vindt. Dus. Ik ga alleen maar complimenten. Een biertje drinken om over mijn brakheid heen te komen. Is dat heel normaal? Nee, maar wel lekker. Iedereen zijn eigen manier. Ik zou dat dus nooit kunnen. En nu gaan we eten, kijk. Hoe lekker. Die aubergine is zo chill. Niet normaal. Leg jij nou gewoon op onze nieuwe bank een vlijmscherpe schaar? Nou, die is niet scherp hoor. En je vieze sokken? Ja. Als ik kleding aan het passen. Die ik jullie zo allemaal ga laten zien. Kopen zonder kijken. Nieuwe aflevering. Dus die zijn we uiteraard gaan kijken. En dit zijn echt de allerliefste mensen ooit. Wacht. Dan zie je welke ik bedoel waarschijnlijk. Ja. Ik moet echt een beetje herstellen. Ja, ik ook. Liefste mensen ooit. Niet normaal. Morning. Ik heb gisteren dus helemaal niet meer die kleren laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Want we gingen eten en toen gingen we op de bank liggen en nou, viel ik alweer bijna in slaap. En oh, life. Gewoon, ik was gewoon te brak gisteren, dus sorry. Ik voel me nu weer helemaal goed. Ik ga zo lekker sporten naar Saints. De Holy Ride ga ik doen samen met Joey. Volgens mij komt Nick ook. Maar ik heb nog even tijd om die kleding te laten zien. En ik wil jullie heel graag laten zien wat het is. Zijn dingetjes die misschien ik niet zo snel eigenlijk zou kopen. En ik heb het wel gedaan. Dus here we go. Ik vond dit jurkje helemaal het einde. Kijk even hoe leuk. En dat is dus nu ook helemaal in. Dat crochet. Dat zie je nu echt overal. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Dus ik heb deze gekocht. Deze is van de Mango. En ik heb maat medium. En dat is prima. Ik bedoel, ik heb eigenlijk deze kleding een beetje gekocht voor Ibiza en ook gewoon de zomer in Amsterdam. En dit is dan iets wat ik echt in Ibiza zou aantrekken. Misschien niet zo snel in Amsterdam, omdat je er ook een beetje doorheen kan kijken. Dus voor op vakantie. Dan heb ik deze bij de H&M gekocht. Dat is gewoon zo'n rompertje, een broekje, maar dat zit super lekker. En dat is dus badstof. Ik weet niet of je het kan zien. Het is zo'n, ja, het is badstof. Dus het is heel lekker zacht. En
super chill voor, ja, ik zie mezelf dan helemaal lopen in dat huis op Ibiza. En dan schiet ik dit gewoon even aan bij de lunch of boodschappen doen over je bikini. Of naar het strand. Dan vind ik dit helemaal lekker. Dan dit, dat, oh, wacht even hoor. Dit is trouwens maat medium. En het zit goed. Het is niet groter of kleiner. Het is wel een beetje kort. Dan heb ik dit jurkje. Hoe leuk is deze print? Kijk nou. I love it. En er zitten de schoudervullingen in. En wel lange mouwen. Dus echt voor 's avonds. Ook maat M bij de Mango. Hou je vast. Deze slippers. Hoe waanzinnig zijn deze slippers. Kijk even. Ik vind ze helemaal fashion. Dus dit is even zo'n voorbeeld dat ik dacht, oh, dit zou ik misschien niet zo snel 1, 2, 3 kopen. Maar ik zag ze en dacht, ik moet deze hebben. Ik vind ze waanzinnig. Echt, ik vind ze top. En dan met deze jurk erbij, ook van de Mango. Helemaal hysterisch, maar echt love it. Dat groene is sowieso natuurlijk nu zo in. Dus dit is een lange jurk. En dit is zo'n knitted dress. Oh wacht, hij is andersom. Binnenste buiten. Dus dit is ook wel wederom meer voor op vakantie. Want kijk, je kan er doorheen kijken. Dus daar doe je denk ik een bikini onder. Of ja, iets met huidskleurig ondergoed zou ook nog wel kunnen. En dan is dit de rug. Met een touwtje zo. Ik vond deze ook echt heel erg leuk. Even kijken, wederom. Ik vergeet al net. Maar ik heb volgens mij gewoon alles medium gekocht. Ja, ook medium. Oh, knap. Dit linnen broekje van de H&M. Ook chill. Hij schijnt wel een beetje door. Kijk uit wat je eronder draagt. Maar ja, ik vind het altijd wel een hele toegankelijke kleur. Waar je gewoon echt letterlijk alles op kan doen. Een blouseje, een hemdje, een t-shirt. Het is gewoon, ja, het is gewoon chill voor overdag. Wel hele dunne kwaliteit dus. Dus het is niet zeg maar, het is H&M. Dus het is niet waanzinnig mooi linnen. Maar als je even dit zou stomen, dan ziet het er wel heel leuk uit. Dan heb ik zoiets leuks. Dit is ook perfect, by the way, voor als je een huwelijk hebt. Ik zag mezelf helemaal op een huwelijk gaan. Ik ga helemaal niet naar een huwelijk. Dit is zomer. Jammer, vind ik dat. Maar kijk even hoe geweldig deze jumpsuit. Hoe leuk is dit? Nou, ik ben obsessed. En hij zit dus super lekker. Het is best wel een mooi stofje. En dus het heeft zeg maar een hoge nek. En dan heb je zo die blote schouders. Zo. Ja, ik vind dit gek. Waanzinnig vond ik dit. En dan heb ik nog hele lekkere leuke slippers van de H&M. Die had de moeder van Ro aan afgelopen keer dat we in Mallorca waren. En ik was obsessed. En toen heb ik het ook gepast. Ze lopen ziek chill. Dus ik wist dat ze gewoon super lekker zaten. Deze. Kijk nou. Ook een beetje zo'n dikke zool. En dan dit is ook heel dik. Dat vind ik heel erg leuk. Nou, en die lopen dus waanzinnig. Dus ik dacht, ik ga ze in meerdere kleuren halen. Deze. Dan heb ik ze ook in dit groen. En hier zijn ze dus zacht. Bij deze. Een soort badstof eigenlijk. Nou, als je dit aan hebt, dan is het gelijk zo bam. Ja, I love it. Ik vind ze zo leuk. En deze zijn ook echt 20 euro of zo. En dan heb ik ze ook in deze kleur. Vond ik ook wel leuk. En ook weer zo'n lekker zacht stofje. Ja, en deze zitten echt super, super lekker. Zitten veel lekkerder dan bijvoorbeeld deze. Maar zitten ook lekker hoor. Maar deze zijn echt, hier kan je echt op wandelen. Nou, en dat was het. Hopelijk heb je er wat aan. Ja, ik ga nu even mijn koek snelle jelle opeten. En dan ga ik naar de ride. Helemaal zin in. We're here. Hallo,
Nou, die les was echt waanzinnig. Heerlijk gezweet en lekker, lekker gefietst. Nick was ook gezellig mee, dus helemaal leuk. En ik heb me even opgemaakt, aangekleed. En ik heb nu een meeting. Samen met Joe. Helemaal leuk. Dus daar ga ik nu even heen. En het is een lunchmeeting. Dus ik ga bijna van mijn stok. Ik heb expres niks meer gegeten na de lunch. Of na de les. Zodat ik nu gewoon lekker kan vreten. Good morning. Er gaat nu iets heel spannends gebeuren. Nou, spannend. We krijgen ons nieuwe bed. Dus het oude bed heeft Ron net uit elkaar gehaald. Dat staat beneden. En het nieuwe bed komt nu. Ze zijn er al. Oh my god. Dit is ons nieuwe bed. Oh jeetje, wat ben ik hier blij mee. Zo ontzettend mooi. En hij is dus 2 meter breed en 2 meter 10 lang. Omdat Ron natuurlijk zo lang is, dachten we van nou, dan doen we hem iets langer dan normaal. En dit hadden we dus niet verwacht. Dat die lampjes er alsnog zouden uitkomen, dat is echt top. Dus dan gaan we nu leuke lampjes voor hier kopen die dan naar boven wijzen of zo. En dan past het helemaal perfect. Maar het is zo lekker zacht ook. Oh, en deze kleur is gewoon perfect. Ik heb gelijk even de deken uitgelegd, zodat het een beetje zo fluffy kan worden. En de lakens die heb ik gewassen en gedroogd. De kussenslopen waren al droog. Alleen het dekbed overtrekken en het hoeslaken nog niet. Dus die zijn nog aan het uithangen. Maar holy moly. En we hebben dus hier nog best wel veel ruimte. Ik had verwacht dat dat op de een of andere manier veel smaller zou zijn. Maar we hebben nog zoveel ruimte. En hier dus ook. Dus we gaan nog wat leuke nachtkastjes kopen natuurlijk. Maar dit is natuurlijk helemaal de vibe die ik wil. En nu komt dus de allergrootste grap. Want wij gaan hier vanavond niet in slapen. Nee. Nee, we gaan iets heel leuks doen. We gaan namelijk naar een huisje in Friesland met Joey en Nick. 2 nachtjes. Daar gaan we nu heen. We hebben alles gepakt. We zijn eigenlijk een beetje ready to go. Toch, schat? Ben jij ready to go? Ik ben ready to go, ja. Ik ga de auto halen. Dit gaat mee. Enorme geluidsinstallatie. Een elektrisch skateboard ook echt. Ja, want ja, hè, waarom niet? Ja, hier kan ik het niet doen. Hoezo niet? Ja, eigenlijk kan waarom ook niet. Ja. Gewoon, ik zie me helemaal brood halen op dat ding morgenochtend. Ja. En met 2 gebroken polsen thuiskomen. Nou, alsjeblieft niet. Nee, maar even met Nick een beetje rommelen op dat ding. Is toch leuk? Ik ook. Ik wil ook. Oké. Ja. Wel heel eng. Maar we gaan de auto inladen en dan gaan we op naar Friesland. Friesland, helemaal leuk. We zijn er bijna. Over 5 minuten komen we aan op de camping bij het huisje. En het is hier al echt al prachtig. Het is helemaal een ander landschap dan wat we kennen. Ja, helemaal van die uitgestrekte weilanden. Ik zie ook water, ik zie paardjes. Nou echt, en het is zulk mooi weer. Dus ik wil eigenlijk gewoon meteen lekker in de zon zitten en een wijntje opentrekken. Die hebben we. Misschien is hier nog wel een beetje koud. Laten we het open. Nee, niet verder. Joey en Nick zijn er schoon. Die doen mijn hele stoel ervoor. Why is this backrest legit digging into your skull? This one. Schat. See you this? You did that. Oh. No, you did that. Jeetje. Ja. 2 minuten. Nou, we hebben ons aangemeld. We zijn er. Nick die is de auto van hun even aan het parkeren. En dan gaan we verder met onze auto. Want dat kenteken staat nu geregistreerd. Is te duur het is met gewoon, 2 auto's. Het is echt gewoon een heerlijke Hollandse camping. Ben nog nooit naar een camping geweest.
Nee, maar ja, wij zitten natuurlijk in een huisje. Volgens mij, ja, het is wel allemaal heel leuk. Iedereen is super aardig. Minuten. Nou, we zijn er klaar voor. Ja, we zijn er klaar voor. I'm also in motherfucking starvation. I need me some bitterball. Ja, je hebt graag een voucher voor gratis bitterballen. Ja, maar dat moet ik nu eten. Ik heb echt geen idee waar we wat gaan schat, eigenlijk. Apparently nee, it's maar almost hoe spontaan is dit? I love it. I'm not sleeping in a tent though. I hope y'all know you, that. We reserved a tent for you, een wigwam. Vier kleine tentjes toch? Een tentje voor ieder. Nee, ik ga geen gordel nu omdoen. Babe, je mag maar 15. Oh my god, we zijn in het huisje en het is helemaal gezellig. And the wifi network is bungalow 14. Bungalow 14. Nou, dit is als je binnenkomt, maar kijk even, dit is dus de buitenkant. Hoe cutie met die bootjes. Daar is het andere huisje. Nou schat, gaan jou volgen naar boven. We pakken wel even ons bedlinnen. Gaan we meteen naar boven. Want we moeten onze bedjes opmaken. Oh, de kledingkamer. Ja. Even alle ramen opengezet om te luchten. Maar het is echt zo'n mooi huis. Kijk, de plafond is zo hoog. Lekker hoog. Ja, en de balk. Love it. Dit is niks kledingkamer. Oké, leuk. Joey's kledingkamer. Hier slapen wij. En hier slapen Nick en Joey. En dit is de kledingkamer. Oh ja, dat is heel grappig. De babykamer. Nou, is dat niet gezellig? Ik denk dat het meer de bedoeling is dat je het bedje in je kamer schuift. Tenminste, dat hoop ik. Nou, wij gaan ons even opfrissen en zo. Dus keep you posted. Dit is het halletje. Ik zal jullie even een tour geven. Spiegel. Dan is dit de badkamer. Met een waanzinnige douche. En dan de wc. Het watercloset. Oeh, er staat wel een beetje. En dan is dit de woonkamer. Helemaal gezellig. En we zijn net even naar het supermarktje geweest. Oh, er wordt bier gemaakt. Kijk eens aan. Zo. Lekker hoor. En dit zijn serieus de allergrootste bananen ooit. Dit moet ook zo binnen handbereik zijn. Dat is echt niet normaal. Maar goed, hè? Ja. Wat? We gaan het eten. Waarom geven wij nog filmen? Ja, nee, niks. En dit is ons tuintje. Nou, we hebben alleen niet echt zon. Aan de voorkant wel, dus misschien moeten we daar gaan zitten. Wat, een stoel? Nou, daar hebben we gewoon volle zon. En dat huisje, daar zit nog niemand. Ja, ik wil wel echt in de zon. Oké. Dus dan maar doen we gewoon alleen die stoelen, joh. Hoe lekker dit. Dit is toch niet normaal? Joey en ik gaan even een reel opnemen. En Nick is de cameraman. En ik, dus jij houdt de wacht. Dus ik vloggen hoe de cameraman filmt? Ja. Oké. Okay. Nou jongens, kijk je achter de schermen. Hoe wordt een reel opgenomen? Ik heb een taak. Oh, we gaan hier eens gewoon. Ach, jezus. Stap 1. We zoeken een locatie. Zo. Daar is de YouTube husband. Hij staat klaar. Zo, het was like this. Oh. Oh. So that's it. Do you see that? Kijk uit. We zijn echt al uren lekker aan het chillen hier. Push niet zo hard. Helemaal lekker in het zonnetje. En Ro heeft zijn elektrische skateboard meegenomen. Je moet het proberen, maar in low. Want low is eigenlijk heel te doen. En je moet eerst, you need to push yourself like a real skateboard. Once you have a little go, and then you press it. You got it? Yeah, I got it. Yes, awesome, awesome, awesome. Yes. Awesome, awesome, awesome. Yes. Awesome, awesome, awesome. Wow,
Wow, yes, wow, love wow. it. Wow. Nee, doe nou niet zo eigenwijs. Ben dit vind ik... Ro heeft een keer zijn arm hiermee gebroken, dus ik ben echt... Nee, niet zo eigenwijs. Ik ben dan bang dat er iets gebeurt. Schat, Vita gaat het proberen op Lo. Ja, dat zou ik. Lo is... Kijk, Vita, kijk! Keep the beans, knees bent. Wow! Give it to me, I'll put it. Maar hoe leuk is het? I love it. I love it. Nog eens? Ja. Maar hier is geen zon. Nee, nou is het te laat. Nee, schat, we're gonna get it. Nog één. Hier! Bro. Hoe moet je dat doen? Zo, met die bootjes. Zo. Let's try it. Nee, nou, je ziet het al. Die road is juist wel wat zo fijn. En die road vind ik ook leuk. Hier zie je een water road. Okay, so try the road. Try it one more time. Hallo. Do you think we hebben ons nog steeds onze reservation? I see a lot of duffels. Oh, het is heel druk. Oh, het is afgeladen. Heb jij die gratis bitterballen nog? Afgeladen. Een voucher? Did she take them off the Babe, bill? Babe, wait. Ik heb niet gekeken. Ja, yeah, the sun. Dit lijkt heel echt. Hallo, Ro, B-roll, B-roll. Die armen. Lekker aan het eten. Nou, waarom is het zo stil ineens? Ja, normaal zeg je B-roll en dan kunnen we gewoon blijven praten. En nu is het gewoon helemaal... Oh, B-roll, B-roll. Lekker. Breekbrood, breekbrood. Eet smarkelark. Eet smarkelark. Nee. Nick en ik delen de mosselen. En Joey heeft een burger. The people at the camping. Ja, zo leuk. Zo gezellig. Best people I've ever met. No, I'm serious. Best people I've ever met. Nou, het is heel gezellig. Hands down. Dit is weer zo Amerikaans van je hoe dit zegt. Ja, zo. The best. The best people ever. Ever. And the best people. Tot morgen. When I meet new people. Ja, want zo werkt het. Dat is de Amerikaanse manier. Ja. Best burger I've ever had. Tot morgen. Tot de volgende burger. Ja, maar I like that. I love it. Nee, maar dat vind ik leuk. Het is niet eens realistisch. Het is niet eens... Nee, nou en? But that's the best part. It doesn't have to be realistic. Life isn't realistic. No, life is a lie. It's all life is a fairy tale. For example, geld. That's all made up. It's not real. Nee, het is fake. Dus jij zegt, ik heb nu het meeste geld wat ik ooit gehad heb. Corona. En het hoeft niet eens echt waar te zijn. Nee, it's just all made, it's a construct of us. So wow. Somebody said, let's make money, we made money. And that was it. Yeah. Yeah. And then I told them, that's not what I'm about to do, because I'm not the one. Nou, geniet van je burger. Een hele geile goedemorgen. We zijn helemaal ready to go. We hebben lekker ontbeten, gedoucht, alles. Het is prachtig weer. En we hebben een bootje vandaag. Dus... Maar we zijn niet botenmensen. Wat? Jawel, dat zijn we wel. Echt een heel mooi sloepje. Joey en ik hebben onze nieuwe hoedjes opgedaan. Kijk even hoe geweldig. Oh, gezellig. Die handdoek. Meenemen. Ro die is natuurlijk al de trossen aan het lossen. Maar kijk nou, wat leuk. Geweldig. Er staat wel een windje, maar we kunnen altijd dit windscherm nog omhoog doen. Hé, hey, schatje. Hallo. Kijk nou hoe lekker dit voor het huisje ligt. Waanzinnig, ja. Dat is ons huisje. Oh my god, ik kukel bijna dat water in. Nou, even die spullen erin doen. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. Hola. Nou, heel wat uurtjes verder inmiddels. Varen was zo geweldig. Echt niet normaal. Het was echt zo leuk. Het was ook echt een super chill bootje. En we hebben in totaal gewoon 5,5 uur gevaren. Dat is echt heel lang. Ik ben ook helemaal zo rozig. En van die zon helemaal zo dat je... aan het gloeien bent. Ja, je kan binnenkomen. De camera is op mij gericht. Wees niet bang.
ook zo gelachen met Joey en met die microfoon. Nou, het is gewoon, ik weet niet of jullie me op Instagram volgen, maar dan weet je wat ik bedoel. Die microfoon met die JBL box, nou, dat was gewoon te leuk. Dat was gewoon waanzinnig. Dus we hadden even een karaoke uurtje ook op de boot gedaan. En Joey en ik zijn inmiddels weg, want ik moet morgenochtend vroeg werken. Dus die zijn, die zijn inmiddels nu alweer in Amsterdam. En Roodje ligt hier naast mij. Ja. En we liggen al lekker in bedje. Nou ja, al, het is 11 uur. Ja, ik wou zeggen, het is niet heel vroeg. Maar nee. Het is nog zo licht buiten. Het is 11 uur en het is gewoon nog licht. Het schemert nu. Ik wil zeker terugkomen naar Friesland. Ik vond het echt heel leuk. De mensen waren super aardig. Overall good vibes. Toch? Ik ben Friesland fan. Ja, Fries fan. Fries fan. Ik ook. Echt heel leuk. Ik kan me voorstellen als je hier bijvoorbeeld ook een huisje hebt aan het water. Dat lijkt me ook dan echt zo geweldig. En mijn tweede naam is Wietse. Want mijn opa kwam uit Friesland. Dus ik ga volgende keer dat we in Friesland zijn, ga ik gewoon als Wietse door het leven hier. Vind ik een hele goeie. Dan ga ik jou ook alleen maar Wietse noemen. Ik vind die naam wel bij jou passen. Een Wietse. Jij zou zomaar een Wietse kunnen zijn. Nou, nee, wat ben je dus? Dat ben je. Klopt wel. Ja, tweede naam. Nou ja. Je hebt ook wel een zieke kleur gekregen. Zo, die UW. Wij gaan nog even lekker chillen, lezen. En Iori erbij dan? Nee. Nou, dan moeten we maar kletsen. Dat vind jij heerlijk om mij altijd wakker te houden als ik wil slapen door te kletsen. Ja, ik vind dat gewoon een van de leukste dingen. Dan lig ik gezellig bijna in bed kletsen. Dat vind ik. En dan zeg je, zullen we nog even kletsen? We hebben de hele avond gepraat. En dan, zullen we nog even kletsen? Ja, maar kletsen in bed, dat is iets anders. Dat heeft een ander gevoel. Laat me weten als jullie dit begrijpen. Ook al heb je de hele avond gepraat, maar dan in bed dan nog even zo nakletsen. Ja, ik weet niet. Ik vind dat zo. Jij wil zelfs nakletsen van een 1-op-1 kletsavond. Ja. Dat wil ik. Dus wij gaan even nakletsen. Ja, maar nu is er ook genoeg na te kletsen. Ja, dat is waar. Leuk. Helemaal gezellig. Gaan we doen. Nou, zie jullie morgen.